Kan je ons wat meer vertellen over waarom je Bartoons bent gestart? Ja, nou, dat begint met een verhaaltje. Op een gegeven moment was er in november 2011 het Startup Weekend in Groningen. Dat is een wedstrijd voor ondernemers. En je kunt daarheen gaan en dan kun je een idee pitchen. En dan wordt er op verschillende ideeën gestemd. Er worden teams uitgevormd en dan ga je aan het werk. En dan is het de bedoeling dat je aan het eind van het weekend een soort prototype oplevert. Nou, en daar is dus een heel wedstrijdelement omheen gebouwd. Nou, ik kwam daar ook om iets te pitchen. Mijn idee kwam er niet door, maar een van mijn vennoten, Robert Brugman, stond daar ook. En die zei van, nou, ik wil wel de jukebox terug in de kroeg hebben. En dat leek mij zo geweldig, want ik ben zelf muzikant, dus het sloot helemaal aan bij mijn interesses. Dus ik had zoiets van, nou, daar wil ik gewoon bij zijn. En zo begon het. Oké. En wat waren dan de eerste stappen die je moest nemen na Startup Weekend? Want in Startup Weekend heb je misschien al iets weten te bouwen? Ja, nou in Startup Weekend hadden wij al een werkend prototype van onze app. Het was heel simpel natuurlijk. Het demonstreert wel het idee, maar goed, je kunt daar nog niet mee de markt op. En daarnaast hadden we alleen de app, maar dat is maar de helft van onze oplossing. Want wij leveren ook de muziekspeler die in de kroeg komt te staan, waarmee dus daadwerkelijk de muziek afgespeeld wordt. Deze moest nog ontwikkeld worden. En in het begin hebben we ervoor gekozen om hier een apart stuk hardware voor te maken. Dus echt gewoon een los systeem met een eigen besturingssysteem erop en allemaal software erbij om dat te regelen. Nou, dat moet uiteraard ontwikkeld worden en dat heeft heel veel tijd nodig nog. Dus daar zijn we daarna mee aan de slag gegaan en natuurlijk het verbeteren van onze app. We hebben een pilotavond gehad in een kroeg waarbij we gewoon zoiets hadden van nodig al je vrienden uit, hier is een fust bier. Ga maar lekker drinken en die app proberen en we hebben graag dat je even deze enquête invult. Dus, met dat soort feedback ga je dan verder en dan kijk je wat voor features moet gaan implementeren. Oké, dus echt nog volgens de ouderwetse vorm enquêtes en daarmee aan de slag uitbouwen. Ja, en het werkte vrij goed, want we hebben hele enthousiaste reacties gekregen daardoor. En we hebben ook hele nuttige nieuwe dingen daarbij te horen gekregen. Nou, die neem je dan mee, daar ga je mee aan het werk. En toen zaten we opeens in augustus dit jaar, of vorig jaar dus, en toen was de Keiweek. De Keiweek is de studentenintroductieweek van Groningen. En dat was een mooi moment om onze allereerste versie officieel live te laten gaan. Dus dat hebben we gedaan bij een aantal kroegen in Groningen. En we zijn nu op het punt dat we ook daar weer feedback van hebben verzameld en verpakt in nieuwe ideeën. En nu zijn we dus bezig met het ontwikkelen van een nieuwe versie. Oké, dus elke keer weer die test bij de consument en bij de kroegen. Ja, het is heel belangrijk, want het gaat uiteindelijk om het verbeteren van de kroegbeleving en dus ook de omzet van de kroegbaas. En dat moet je gewoon in de praktijk testen. En hoe sloten dan de oorspronkelijke ideeën? Het oorspronkelijke idee, is daar nog heel veel aan getwist? Nou, we zitten nog wel op dezelfde lijn. Ik bedoel, we zijn nog steeds gewoon een app. Bedrijf waarmee je dus muziek kunt beïnvloeden in de kroeg. En dat en het idee van de jukebox, waar ik het net over had, dat we dus de jukebox terug willen brengen in de kroeg. Nou, dat staat er nog steeds en dat zal zo blijven. De manier waarop we het doen is natuurlijk wat veranderd, want we zijn eerst gaan spelen met fysieke hardware. Nou, daar zijn we weer van afgestapt en we zijn nu bezig met het bouwen van een webapplicatie waarmee dat kan. Oké. Vind ik wel interessant om te kijken dan waarom je dan daar vanaf bent gestapt, want blijkbaar zit daar veel tijd in. Van waar besluit je dan om over te stappen? Nou, het probleem met hardware is dat je dus ook de hardware moet kopen. Nou, dat is voor een heleboel partijen is dat niet interessant, want heel veel kroegen hebben bijvoorbeeld al een computer staan. Het zou zonde zijn als je die dan moet vervangen, want daar zitten gewoon weer kosten aan vast. En daarnaast moeten wij natuurlijk ook die machines aanschaffen, het kost ons ook geld. En een webapplicatie is makkelijker, want ja, iedereen heeft een pc met een webbrowser tegenwoordig. Oké, en waarom was dan de eerste gedachte om wel die hardware te gaan maken als dat al in de kroeg was? Nou, omdat het er gewoon zoveel mooier uitziet. Oké. Ja. Nee, want we hadden ook bijvoorbeeld een heel industrieel touchscreen gevonden. Nou, dan zie je dus gewoon alleen zo'n paneeltje en verder helemaal geen knoppen of wat dan ook. Dus dat ziet er super gelikt uit. Dus ja, dat was een van de redenen waarom we daarvoor gingen. Het ziet er wel gewoon mooi uit. Maar ja, als dan blijkt dat het toch wat minder praktisch is, ja, dan moet je toch kijken van nou, is het wel de juiste beslissing die we hebben genomen? En dus soms moet je daar gewoon op terugkomen. Ja, en
toen hebben jullie dus besloten om een andere richting in te gaan. En welke richting is dat precies? Hoe verhoudt zich dat dan tot die eerdere beslissing? Nou, we zijn nu dus bezig met het maken van een webapplicatie. Dat betekent niet dat je helemaal overnieuw begint, want natuurlijk dingen die je hebt bedacht met de hardwarematige speler, die kun je gewoon hergebruiken. Het hele concept is natuurlijk ook nog steeds hetzelfde. Het is alleen de manier waarop het gepresenteerd wordt die verandert. Dus op zich verandert er niet heel veel, behalve dan dat je gewoon de software zelf, die moet je aanpassen, zodat het op dat nieuwe platform werkt. Dus ja. Dit is veel makkelijker te leveren veel schaalbaarder. Ja, veel schaalbaarder. Want je zit dus niet met dat je hardware moet leveren. Je kunt gewoon vanuit een website een account aanmaken. Dus het idee is ook, als wij straks naar het buitenland gaan, dan kun je ook makkelijker zeggen van, oh ja, hier is een account, ga maar aan de slag. In plaats van dat je eerst een doos daarheen moet versturen. Oké, dus je hebt echt een soort van grondstof gemaakt. Precies, ja. En hoe zijn de verhoudingen in het team? Wat doe jij zelf dagelijks? Ik werk op dit moment fulltime aan Bartune. Hiernaast heb ik nog wat kleine nevenactiviteiten, maar mijn tijd gaat het grootste deel hierin. En ik ben de ontwikkelaar. Dus ik bedenk de architectuur, ik schrijf de programmacode. En ik doe ook een klein beetje grafisch ontwerp daarbij voor de interfaces. En daarnaast hebben we nog drie andere jongens, Robert Brugman, Hilbrand Kikkers en Mark van Ballengooien. En zij doen Bartune er part-time bij. En zij doen alle sales, juridische dingen, user interface design, organisatorische zaken, al dat soort dingen. Oké, okay, zijn jullie met z'n vieren gestart of is dat langzaam zo gegroeid? Nee, we zijn met z'n drieën gestart. Dus mijzelf, Robert en Hilbrand op het Startup Weekend. En enkele maanden geleden is Mark daarbij gekomen. Oké, en Mark, wat doet Mark? Mark is organisatorisch heel sterk en hij helpt ons ook met het regelen van contacten met bedrijven. Hij heeft een heel groot netwerk waar we gebruik van maken. Oké, dus jullie hadden behoefte echt om een netwerk en daarom hebben jullie dus een persoon erbij aangetrokken. Precies, ja. Oké, en Startup Weekend... Ja, ik ken zelf het fenomeen ook. Dan hoort heel vaak daarna niks meer van. Maar mm-hmm. Dat gaan jullie bewijzen dat dat anders kan. Ja, ja. Nou, dat is om eerlijk te zijn een van de dingen die ik wel jammer vind aan Startup Weekend. Ik volg het een beetje. En ook alle andere evenementen. En je ziet zo vaak dat mensen bij elkaar komen. En dan, nou, het is een leuke groep mensen. En dan hebben ze een fantastisch idee voor een product. Dan is de wedstrijd klaar en dan gebeurt er niks mee. En dat is zo zonde, want er is zoveel talent daar. En wij willen graag laten zien dat als je doorgaat, dat je gewoon iets fantastisch kunt bereiken. Oké, okay. Bedankt voor dit interview. Ja, graag gedaan. En natuurlijk games, dus dat heeft ook met bliep, de geluidjes met spelletjes en dergelijke. Dus vandaar dat we op Studio Bliep kwamen. Oké, okay, en hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen?